Oh, what a fucking mess. What a fucking mess. What a mess. What a mess. Ah, another video rendering in Olive. Flilfus Jr. was at it again. I'm having a bit of time now. So it's time we went to talk to the guys again. Hi guys, how are you? I'm not saying anything. Not to you anymore. I've totally betrayed us for that fucking game. Yeah, we don't like it. That you always play and never talk to us and sit here at our little benchy anymore. I'm so happy to see you again, but I'm a bit ill now. Eh, goddammit. Nou, we zijn er allemaal weer. Ik heb helemaal geen zin in babbeltjes, filmpjes. Maar ik wil eigenlijk wel weer een babbeltjes, filmpjes gaan maken. En dat vind ik wel weer leuk. Oh. Ah. Now, if you want to make bubble filmpjes again, then you must make an effort. If you don't make an effort, then nothing happens. Nee, en maybe in Dutch. Dutch. Ja, vind ik eigenlijk ook. Het is een grote puinhoop hier. En de tafeltje is weer een klein beetje toegankelijk. Het was helemaal vol met allemaal troep. En de meeste troep staat nou weer hier. Dus het schuift allemaal een beetje. Schuift heen en weer. Nee, ik weet toch allemaal niet meer. Gekkenhuis. Eigenlijk is het nou een beetje een rommeltje in mijn... Kijk, hieronder is het weer helemaal clean. Maar dat kan je niet zien, want het is veel te donker op die camera. Het is hartstikke benauwd. Ik kan dit stukje nog een beetje opengooien. Maar ik heb ook weer allemaal... Allemaal beestjes en vlinderachtige beestjes. Maar het zijn geen vlinders, het zijn nachtuiltjes en zo. Eentje zit weer daar op het plafond. Andere, die, nou, ik weet niet waar die gebleven is. Maar het is heel gezellig net met z'n tweeën. Nu fladderen ze om mijn hoofd in terwijl ik zit te gamen. Maar ik heb de koptelefoon op, dus daar merk ik niet zo heel veel van. Au. Morgen ga ik even proberen om naar Noord te komen. Om wat spulletjes af te geven. Ik heb nog een pasje van de gemeentereiniging daar. En nog wat autolabels. En vanmorgen in het museumpleingarage was een Engelse auto was bam opengebroken. En we hebben er een melding van gemaakt. Ja. Hele mooie donkerblauwe Mercedes. Dan hebben ze de airbag uitgehaald. Ik wist niet dat die dingen tegenwoordig ook gejat werden uit auto's. Dan halen ze dus gewoon, breken ze een auto open om een airbag eruit te halen. Wat is er aan de hand in deze wereld? Wat is er aan de... Ik snap het niet meer. Ik snap het gewoon niet meer. Hoe haal je het in je botte harses om een auto open te breken om daar een veiligheidsmechanisme uit te halen? Dat je dan voor een paar honderd euro op de zwarte markt kan verkopen of zo. Ja, ik heb ook af en toe wel eens dat ik van afgelopen week, weekend, wilde ik nog ergens pinnen. Of nee, maandag was dat. Oh ja, op dinsdag, een condoleancekaart voor een collega, zijn broertje was ook overleden. En €2,75, nou kon ik niet pinnen. Ik had gelukkig nog wat muntjes bij me. En later kreeg ik van mijn leidinggevende nog een euro als compensatie. Dus hij wilde wel €2,50 geven, maar ik zei, ach, €1 is wel genoeg. Ik zit zo anders in geld dan dat soort elementen, dat ik gewoon niet begrijp wat ze bezielt. Behalve dan dat ik er iets duivels in zie. Iets demonisch, iets.
iets wat eigenlijk uitgeroeid moet worden. Iets wat helemaal niet in deze mensheid... Dat hoort er niet. Dat, ja, dat in een primitieve overlevingswereld, daar hoort dat. Maar er zijn gewoon te veel mensen. Er zijn gewoon veel te veel mensen. Te veel schuim onder de mensen. Er zijn niet te veel mensen. Er zijn te weinig grote geesten. Net genoeg misschien. Net genoeg, maar er is ook gierend veel schuim. En dat moet eigenlijk gewoon allemaal weg. Dus als ze dan inderdaad gaan beginnen met die operatie 000, dat wil zeggen dus van 7 miljard naar 7 miljoen, dan moet natuurlijk niet dat schuim overblijven. Dat schuim moet weg. Dat schuim wat absoluut niets toevoegt aan de beschaving, dat mag gewoon weg. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Niet met een virus. God heeft in de Tweede Wereldoorlog wel bewezen dat hij ofwel niet bestaat, dan wel compleet machteloos is. Want die 6 miljoen die daar vergast zijn, die hebben echt wel verschrikkelijk lopen bidden. Maar het heeft allemaal geen ene malle moer uitgemaakt. Dus sindsdien... Daar hoef je niet meer op te rekenen, op hulp van die kant. Dus wat heeft het dan voor zin om daar überhaupt nog mee bezig te zijn met zo'n klerenlaaier? Nee, het moet vanuit de mensheid zelf komen. En als het daar niet van komt, dan houdt het gewoon op. Elke dag worden er 100.000 dieren, alleen al in Nederland, vermoord. In de industrie die nog veel grootschaliger is dan die nazi-industrie in de tijd. En niet echt heel erg wezenlijk verschilt van die nazi-industrie, doodindustrie. En men sluit daarvoor zijn ogen zo graag als het maar kan. Ik kan dat niet, ik wil dat niet. Ik heb vandaag toch ook wel weer mijn ogen gesloten, want ik denk ik haal toch een blikje ertessoep, want ik moet wel wat eten. Ze zijn hier al 3 weken lang aan het boren en er komt er nou, het zijn 2 appartementen verkocht, 2 voormalige huurappartementen blijkbaar. Die ene is net een beetje rustiger geworden, begint die ander. In plaats van dat ze dat ook een beetje coördineren, dat we... Gaan we gewoon gezellig allemaal met elkaar tegelijkertijd bam 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 aan de gang? Nee, we wachten even tot de ene klaar is en dan gaat de ander beginnen. Er zit totaal geen enkele structuur meer in deze maatschappij. Niets, nul. Het is 1 grote tyfustering, pest, pokken, anarchie. En dat hele YouTube, dat is ook een wild west. Gelukkig heb ik bijna geen kijkers. Anders zou dat ook nog eens een keertje puinhoop worden met allemaal commentaren van allerlei trollen en weet ik veel wat. Nee. Nee, ik vind wat mij betreft is deze mensheid, deze kant die de mensheid nu langzaam maar zeker toch opgaat, verderfelijk, verwerpelijk. Aan de andere kant zie ik dat ook wel weer, en dat vond ik afgelopen week heel mooi om te ontdekken, schijnt al een tijdje bezig te zijn hoor, tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël is een ontspanningstraject gaande. Ik zag een Israëlische reporter op de hoogste toren in Dubai, de hoogste toren ter wereld, en ik deelde zijn blijdschap. En het was, ik krijg er nog kippenvel van als ik eraan denk. Want in mijn jeugd, mijn kindertijd, 6 jaar toen ik 6 jaar was, was die 6-daagse oorlog. En ik weet nog dat mijn ouders in het begin me knepen. En ik begreep niet waar het allemaal over ging allemaal. Maar ik wist wel dat er iets heel erg spannends aan de hand was. Veel spannender dan... Veel spannender dan bijvoorbeeld Ivanhoe en Floris had je toen nog niet, maar andere kinderprogramma's.
Paulus de Boskabouter. Dat was ook wel spannend af en toe, maar dit was veel spannender. Want hier waren die mensen die heel veel konden hebben, echt die waren toch een klein beetje van slag. En dat merk je als kind heel sterk. En ik merk ook, ik kan me nog herinneren die vreugde dat de kentering kwam in die oorlog, na 2 dagen ongeveer. Dat, ja, die vuile tiefe steringlaaiers, die gaan met z'n allen over dat kleine landje heen. Goliath ging weer eens pochen tegen David. En Goliath ging weer ten onder. Ja, en dat is me altijd bijgebleven. En dat heeft me toch ook wel een beetje pro-Israël gemaakt. Beetje. Als ik vervolgens dan de 60 jaar na, sindsdien, of 50, weet ik veel hoeveel, zie wat er vanuit die Arabische wereld allemaal over de wereld gestort wordt. En wat er vanuit Israël over de wereld gestort wordt. En vanuit de Joodse gedachtegoed. Maar nou weet ik het wel, hè. Nou weet ik echt wel waar mijn sympathieën liggen. Hey, het is net of je klein beetje terug bent, maar wij zijn eigenlijk veel te weinig in beeld. En wij hebben ook heel veel spannende dingen meegemaakt. Ja, want wat dan? Nou, hele spannende dingen. Het is toch hartstikke mooi. Ik heb ook hele spannende dingen meegemaakt, maar daar ga ik nou niet al te uitgebreid op in. Heb ik niet zoveel zin in. Volgens mij is die rendering klaar. Oh nee, daar gaat hij weer bij zijn computertje zitten. Dat is toch ook wat, hè? Ja, hij is gewoon een gekke viesbeuk. Hij gaat gewoon zitten porno kijken, vast en zeker. Altijd zit hij porno te kijken daar. Zie je hem wel eens dat hij van die doet? Nee, heb ik ook nog nooit meegemaakt. Nee, ik ook niet. Oh, maar daar letten jullie weer niet goed op. Ga nou eens een keertje met mij aan de gang. Nee, nou niet. Moet eerst even de vuilniszakken maaien en het gras buiten zetten. Nou, ik merk het al, er is hier niet heel veel veranderd. Maar daar gaan we wel wat aan doen. Ik heb er nog een blikje sinaas. Dat is fijn, want mijn bier is bijna op. Ik heb nog maar 3 blikjes. Ik ben echt... Ik had het er van de week nog met Marian over. Die had zoiets van, hè? Ik zei, ja, ik ben wel gewoon alcoholist. Nee. Ja, zet hier een fles wodka neer en hij is binnen een uur is die leeg. Nou, binnen een uur, maar dat gaat geen dag blijven staan. Dus daarom staat hier nooit sterke drank in huis. Er staat wel bier in huis, nou, dus, tegen de tijd dat je daar een beetje vol van bent. Er zit er al zo, heb je al zoveel van die, zeker met die goedkope rotzooi, heb je al zoveel koolzuur binnen dat je eigenlijk geen pap meer kan zeggen. Dus daarom zit ik aan het bier, om te zorgen dat ik niet erger verval. Maar ik had dus, van de week kon ik dus die 2,75 niet meer pinnen. Ik had dus, 2 weken daarvoor had ik... €50 extra laten overmaken. Gewoon kleine dingetjes. Af en toe leuke aanbiedingetjes te kunnen kopen. En dan nog mijn weekgeld van €40. Dus dat betekent dat je in 2 weken tijd €130 mama, bam, er doorheen gejaagd hebt. En aan wat? Aan wat? Nou, aan zo'n tasje bijvoorbeeld. Zo'n buiktasje. Dat was dan €3,50. Maar omdat ik daar zo'n goede klant ben, kreeg ik het voor €2,50. Maar ja, goede klant word je ook alleen maar door daar veel te zijn, veel te halen. Maar het zijn allemaal dingetjes van €1 en €2. Maar bij elkaar het opgeteld kost het toch ook wel weer aardig wat. En ze kopen je arm helemaal blut en failliet bijna aan de aanbiedingen. En de koopjes. En dan zie je weer wat mooie dingen bij Volmar in de aanbiedingen. Het is wel handig om dat eventjes een beetje voorraad in te slaan. En dan ligt er toch een blok kaas. Ik denk, nou, ik heb nou toch €50 meer. Dus nu koop ik gewoon een blok kaas van €5. Dat is echt iets waarvan ik normaal niet eens zoiets heb van, mop, dat ga ik echt niet doen. Daar heb ik gewoon het geld niet voor. Maar had ik. Dus ja, dan koop je allemaal van die dingetjes waarvan je denkt van, nou, ik heb toch €50 extra. En op een gegeven moment is het gewoon, bam, is alles weer op.
En daarom ben ik zo blij dat ik de wind heb, jongens. Ik zou al lang failliet zijn zonder. Echt waar, dat weet ik zeker. Dat weet ik helemaal zeker. Nee, dat gaat ook niet meer veranderen. Ik wil dat ook niet meer. Ik ben gewoon niet. Het lag ook een envelop in mijn brievenbus. Ik wist gewoon dat het is een rekening voor een onderhoud van de loodgieter. Dat heeft er 6 weken in gelegen. Voordat Marian kwam heb ik een berichtje gestuurd van help me eraan herinneren, ik moet nog even die brievenbus in. Nou, voordat ze er was had ik die brievenbus toch al leeg gehaald. Ik heb het briefje op haar plekje gelegd, waar ik nou dus zit. Het is eigenlijk haar plekje. Mijn plekje is daar, bij de computer. Maar goed. Ik heb ook een paranoia met enveloppen. En ik zou het niet meer kunnen. Ik zou het niet meer kunnen handelen op gewoon. Misschien als ik heel erg mijn best doe, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Want ik heb helemaal 0, niks met geld. En dat is heel raar misschien om te zeggen in deze maatschappij. Maar het boeit me gewoon niet. Het interesseert me niet. Het heeft me nooit geïnteresseerd. Ook toen ik veel te veel verdiende, gaf het gewoon weg. Verbrandde het soms. Ik joeg het er doorheen. Ik betaalde heel veel bekeuringen. Snelheidsovertredingen. Ja, 180 op de vluchtstrook. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Maar ja, goed. Soms moet het. Dat soort dingen. Ja goed, ik heb nou geen auto's meer. Auto's, ja, ik heb geen auto's meer. Ik heb ook geen auto meer. Ik heb alleen maar een hele roestige Opel-fiets. Van de achterband heb ik een beetje opgepompt met een handpompje. Want ik heb geen geld voor een goede pomp. En dat interesseert me ook niet, want dat lukt me met een handpompje ook goed. Prima. Je kan ook wel heel veel willen hebben. Maar wat moet je er allemaal mee? Nou heb ik op een gegeven moment toch een klein beetje dat je denkt van... misschien toch een klein beetje te veel door het lint gegaan met al die leuke aanbiedingetjes. Een tientje hier, vijfje daar, tientje nog eens, 9 euro, 15 euro, huppata. Ja, dan krijg je die 130 wel op hoor. Maar waar heb je het over? 130 euro in 2 weken. Dat gaf ik vroeger in de middagpauze uit. Ja. Was ik toen rijker? Ja, ik had toen mijn ouders. Dus toen was ik echt veel rijker. Maar niet in de financiële zin. Ik had veel meer geld. Ja, dat wel, maar dat maakt geen rijkdom. Dat maakt je niet echt rijk. Nee. Ik ben niet echt veel armer geworden. Ik heb veel minder te besteden, maar ik heb ook absoluut niet te klagen. Nee. En ik kan zo, bas, boom, 10 euro per week... wegstrepen. Als ik inderdaad op een gegeven moment eindelijk eens een keer echt een vent word en zeg van die tabak, jongens, ik vind het mooi geweest. Ik vind het gewoon mooi geweest. Klaar met die rommel. En zover ben ik blijkbaar nog niet. En dat vind ik wel een beetje jammer. Beetje jammer, ik vind het gewoon kut. Ja, dat vind ik nou ook. En want wat altijd gerookt, daar word je alleen maar dood van. Ja, en als jij dood bent, dan zijn wij ook wel een beetje verdrietig. Ja, en waarschijnlijk ook ergens in een of andere container ligt hij dan met alle andere dingetjes die ik bij elkaar geharkt heb in de loop van de 60 jaar. Gaat allemaal bam, huppeta, weg ermee in de verbrandingsoven. En zo wordt weer een leven uit de roulatie gehaald, alsof het er nooit geweest is. En daar word je wel eens een beetje somber van. Nou, dat vind ik wel een mooie noot om mee te eindigen. Oh man, doe even je vingertje tegen mijn hotspot. Hier zo. Daar. Gekkenhuis is het hier, gekkenhuis. Kijk of die rendering ook luidt. Jongens, tot de volgende keer. Thank you.
Nou, die herinnering die is wel klaar, denk ik. Even kijken of die een beetje goed is. Ja, die is klaar. Ik kan niet meer zien hoe lang die geduurd heeft. En waar had ik hem nou neergekwakt? Jezus, die verkeerde. Oh, inderdaad, daar moet ik dan even wezen weer. Hartstikke idee, tralalie. FJ313. Maar het is niet de grote film. Oh, fructieve chancatering. Ja, en hier maak ik dus een paar tradonafs. Zet ik er hier, bam. Enzovoort. En dan gaat die... Gooi ik allemaal rotzooi in een inventory. En heb ik ondertussen heb ik al mijn geld. En voor hun zet ik aan tafeltjes neer. Van elke trado nog een tafeltje. En de verkoper... Say your business. Nou, je moet allemaal dingen op gaan verkopen. Dan moet ik het gaan uploaden. Maar ik ga eerst nog even verder gaan. Want er was ook nog een ander filmpje. En dan moet ik ook nog even klaarzetten en dan moet ik het allemaal nog vandaag nog naar YouTube zetten. En druk. Maar dat maakt allemaal niet uit. We komen er wel. Gekkenhuis. Maar wel fijn. Het is die donker. Ik denk dat hij is die donker ineens, maar ik draai er een mom. Heb je ook wel eens. Gekkenhuis.